Leuk dat je kijkt naar de highlights van deze week. Deze week was het Paarse Vrijdag. Ik bracht Bo in verlegenheid een opmerking. En kwam Daag erachter dat die kerst toch niet zo erg gaat. Veel kijkplezier. Is het al kerst? Nou, dat is het nog niet, maar het duurt nog 18 dagen voordat het kerst is. Ik ben al helemaal in de stemming, moet ik zeggen. Ik kom er steeds meer en ik heb eigenlijk een hekel aan kerst. Maar ik moet zeggen, nu het zo december wordt en alles om me heen, onze studio zelfs is helemaal in de kerst. Mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk vooral mee op www.campuscreators.nl/live. En dan kun je even met ons meekijken. Zie je ook hoe wij hier zitten in een hele versierde kerststudio. Dit is grappig. Ik las iets en dit is grappig. Dit moet ik even aan jullie vertellen. Er is namelijk een gay bar in Amsterdam. En die heet oorspronkelijk de Spijkerbar. En die hebben hun naam dus omgetoverd naar de IKEA. Naar de IKEA. Daar kun je ook de Billy Boekplank kun je ook halen daar. Maar die heet dus nu IKEA. En dan zeggen we, nou, dan mogen we wel open. Het is natuurlijk niet echt zo, hè. Ze mogen niet open. Ze hebben ook geen toestemming. IKEA-vestiging. Nee, het is meer een aandachtgeroep naar de overheid van, hé, joh, we willen open. Geen zeezakballetjes. Nee. Helaas. Maar ik vind het wel een grappige stunt. Heel leuk, ja. Echt heel leuk. En ik zie ook een foto. Ik zit nu op Editie NL te kijken. En ik zie ook een foto echt van een IKEA-logo. Dat hebben ze ook wel echt serieus zo gedaan. En wij wonen in Amsterdam, dus ik denk dat ik er zo even langs ga fietsen. Even kijken, inderdaad. Even kijken of ik een bedje kan scoren. Een ander feitje. Gaat even Pornhub. Jij waarschijnlijk wel bekend. Grapje. Nou, Lu zet je me weer voor het blok hier. Dat vind ik niet leuk, Mick. Nee, grapje. Bo maakt natuurlijk gebruik van YouPorn. En we gaan nu ook even over iets kerstgerelateerds hebben, toch? Ja, je zit nu namelijk overal liggen, die advent calendars. Spreek het goed uit eigenlijk? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Advent calendar. Advent calendars. Gewoon lekker doen alsof je heel goed Engels kan. Ja, precies, zo international. En ik vroeg me wel af, ja, waarom nou die kleur paars? Ja, dat was de LHBTI is de hele regenboog natuurlijk. Ja, precies, hè? Maar ja. Waarom dan precies paars? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Nou, jij zei net al, er is dus zo'n regenboog. En elk van die kleuren van de regenboog, die staat weer voor een ander gedeelte van jezelf accepteren en jezelf zijn. En paars staat voor spirit. En dat wordt ook nog wel samengevat als karakter. Oké. Dus ja, dat is weer iets van jezelf, je eigen karakter uiten, zeg maar. En daarnaast is het natuurlijk ook heel lastig om de kleur paars te vinden. Ja, zeker. Nou, dat zie je aan mijn kleding. Ja, precies. Ja, ik had vanochtend ook... Ik heb niks paars in de kast liggen. Mm-hmm. Maar je hebt nu een hele prachtige Campus Creators trui achterhokken. Heel slim, aan. Heel slim. Dus ik vind toch een beetje paars. Ja, maar ik snap het echt zo ook wel. Spirit, sterk in je schoenen staan. Dat is echt wel wat er deze dag voor staat inderdaad. Ja. Dus in die zin is paars een best wel goed gekozen kleur inderdaad. Zeker, ja. Prisoners van Dua Lipa en Miley Cyrus. Dit is een samenwerking tussen ons en je... Of tussen hun, niet tussen ons. Ik heb er niet aan meegewerkt. Je zingt allemaal wel eens TikTok mee, toch? Je hebt de app TikTok gedownload. Het is de meest gedownloade app van 2020. En je hebt eigenlijk geen idee wat je meezingt. Tenminste, nee. Dat merk ik. Ik heb die app ook, wat is het nu, 3 maanden op mijn telefoon. Ik Jij dacht, bent ik ga TikToker. Famous worden. Ja, dat dacht ik. Dus ik heb een paar dansjes gedaan. Maar die dansjes slaan ook eigenlijk nergens op. En die kindjes, die jong zijn, die zingen gewoon. Die zingen het allemaal mee. Al die nummers mee, ja. Maar TikTok heeft dit jaar natuurlijk veel meegedacht. Jij bent dus begonnen, maar er zijn ook een aantal hits uit voorgekomen. Die we ook gewoon hier, hier hebben gedraaid. Bijvoorbeeld, Say So. Ja, dit was leuk. Benny. We hebben heel lang gedraaid nog. Heel lang, superleuk nummer. Ja. Maar er waren ook nummers waarvan sommige wenkbrauwen toch wel begonnen te fronsen. En dat is deze. Web. Make it pop. Jij kent het nummer, wat zien ze? Ja, je moet ook met je kont echt omlaag gaan. Zo. Ja, jij kan dat natuurlijk. Wet as pussy. Ja, wet as pussy. Ja, daar vallen toch sommige mensen vallen daar over. Het wordt echt gezegd. Ja, maar dat is toch bizar. Maar dat soort nummers, dat is wel weer zo. Dat is door TikTok is dat allemaal bekend geworden. Ja. Dus wat dat betreft is dat platform wel weer tof, vind ik. Het brengt nieuwe muziek naar de top 40. Wat anders niet bekend zou worden. Jaarlijks raken er zo'n 8000 Amerikanen verwond door de manier waarop ze een pit uit de avocado halen. Ja. Ja, 8000. Echt veel. En dan moet je dat alleen nog maar Amerika, hè? Dus ja. In Nederland hebben deze mensen ook. Maar heb jij dat wel eens gehad? Nee, ja, ik eet ze dus niet zoveel. Want ik vind ze ten eerste duur en ook veel te veel gedoe om dat allemaal te schillen en te doen. Ja, ze blijken ook niet zo milieubewust te zijn, hè? Nee, en het was echt een hele trend dat het super gezond zou zijn. Ja. Maar volgens mij, als je te veel eet van avocado, is dat ook niet goed voor je. Ja, dat is met alles zo in principe. Sorry, ik zit even negatief over de avocado te praten. Kom niet aan de avocado.
Ik moet dus ook denken aan een bericht van een paar jaar geleden, waarin werd gesuggereerd dat Google zou moeten worden opgesplitst. Dat beval de EU. Want Google is eigenlijk ook te groot. Ja, je hebt andere zoekmachines. Je hebt Bing, je hebt Yahoo. Maar ja, wie gebruikt dat? Ja, die nou? Wie gebruikt dat? Ik vind dat echt super irritant. Bing, Yahoo. Ja. Ik gebruik altijd Google gewoon. Ja, de enige manier keer dat ik Bing gebruik is als ik per ongeluk naar mijn Microsoft browser ga. Ja. En dan Google intik. Ja, precies. De enige reden dat ik Bing gebruik ooit. Hou met Your Mother en The Big Bang Theory. Dat zijn echt series die echt veel bekeken worden op Netflix. Dus mocht je nog niet klaar zijn, want dat zijn ook heel wat seizoenen die erop staan. Mocht je nog niet klaar zijn, moet je nu gewoon gaan bingen als een gek. Ja. Want anders weet je niet hoe het eindigt. Dus ik zou zeggen, stop met radio. Nee, niet stop met radio luisteren. Laat je radio nog even aan. Blijf nog even een half uurtje luisteren. En dan zometeen begin met bingen van je serie voordat het niet meer kan. Over hoeveel dagen is kerst? Wacht even. Een week plus 14 dagen of zo? 14 dagen? 17 dagen? 16. 16, bijna goed. Bijna. Daarnaast gaan ze het ook makkelijker maken om stickers te vinden die je vaak gebruikt. Nou, daar ben ik echt blij mee. Ja, stuur veel stickers. Ik stuur zoveel stickers. Zoals? Wat is je favoriete? Nou, van die hartjes stickers of zo. Met die katten. Ja.